als ik zie hoe anderen marketing doen, dan denk ik, nou, zo wil ik het echt niet. Want ja, dat past gewoon niet bij me, want zo ben ik niet. Nou, dit vertelde een vrouw met wie ik een gesprek had over haar bedrijf. En hoe zij nu aan nieuwe klanten komt. En ze vertelde dat ze eigenlijk al een tijdje op een bepaald niveau in haar bedrijf blijft hangen. En dat ze er maar niet doorheen breekt. En nou ja, dat voelt natuurlijk niet lekker. Omdat ze het gevoel heeft dat er meer in zit. Maar ja, dat het er niet uitkomt. En ze krijgt wel klanten via mond-tot-mond reclame. Nou, dat is natuurlijk fijn, maar dat is niet constant genoeg. En ze wil daar natuurlijk ook niet van afhankelijk zijn, alleen daarvan. Nou, online marketing doet ze wel, maar met wat ze laat zien, trekt ze eigenlijk niet de juiste klanten aan. En ze heeft dus iets anders nodig dan wat ze nu laat zien. En het is voor mij ook echt een zoektocht geweest om marketing te doen en zichtbaar te zijn op een manier die helemaal bij mij past. En vaak lijkt het alsof de mensen die het hardst roepen alleen maar gehoord worden. Ongeacht hoeveel ervaring ze hebben of hoeveel kennis ze werkelijk hebben of welke resultaten ze met hun klanten behalen. Dat idee van alleen zij die hard roepen, die vallen op en worden gehoord. Nou, je zou bijna denken dat je daar ook aan mee moet doen. Maar dat is gelukkig niet zo. En ik wil zelf helemaal niet hysterisch veel aan marketing moeten doen. Maar ik wil juist vanuit rust en kwaliteit mijn kennis delen en waarde geven. En nou, vooral ook anderen inspireren. En dat kan dus heel goed, heb ik gemerkt. Want ik heb mijn bedrijf in videomarketing nu al 10 jaar. Maar goed, hoe maak je nou een video waarmee je echt impact maakt en waarmee je alleen maar de juiste klanten en die vooral op het juiste niveau zijn, aantrekt? Nou, allereerst is het heel erg belangrijk om je high-end te gaan positioneren met je bedrijf. Zodat je echt aan de bovenkant van de markt komt en dat je je echt gaat onderscheiden. En waar je naartoe wil, is dat klanten op jou afkomen. En dat ze het ook vanzelfsprekend vinden dat je hoge prijzen vraagt. Omdat je in alles kwaliteit en autoriteit uitstraalt. En een goed voorbeeld daarvan is een klant met wie ik nu ongeveer een jaar samenwerk. En zij wilde echt serieus met videomarketing aan de slag. En nou, in eerste instantie wilden ze ons traject nog een half jaar gaan uitstellen. Omdat ze dacht dat ze er niet klaar voor was. En ze hikte ook wat aan tegen de investering. Wat ik helemaal begrijp. Want het is ook niet niks. Maar vaak zit er ook gewoon een angst onder om zichtbaar te worden. En om je visie te delen en om dat echt uit te gaan dragen en om daar helemaal voor te gaan staan. Nou goed, uiteindelijk besloot ze om het niet langer uit te stellen. En we zijn aan de slag gegaan. En we hebben haar marketing echt op een hoger niveau gebracht. Helemaal gericht op haar meest ideale klant en haar allerbeste dienst ook. En we hebben de videomarketingstrategie gekozen die het meest passend is voor haar en haar bedrijf. En we zijn natuurlijk video's gaan maken voor alle momenten in de klantreis. En we hebben videotestimonials opgenomen om het bewijs te laten zien dat haar methode werkt. En nu krijgt ze dus doorlopend gesprekken in haar agenda. Met gekwalificeerde leads op het juiste niveau. En die willen dus zelf met haar in gesprek en die maken zelf een afspraak. En wat ze terugkrijgt is dat ze echt onder de indruk zijn van wat ze van haar zien. De video's maken impact, de testimonials maken impact. En dat maakt dus dat leads eigenlijk al helemaal verkocht zijn. He, nog voordat ze dus in gesprek gaan. En ze zijn gewoon eigenlijk helemaal enthousiast.
ja, ze hebben echt het idee dat zij de aangewezen persoon is om hen te helpen. En mijn klant stuurde me van de week een appje. Dat ze op één dag 2 nieuwe klanten had binnengehaald. Eentje van 10 en eentje van 20.000 euro. En nou, dat zijn natuurlijk hele leuke berichten om te ontvangen. En ja, dat geld is natuurlijk hartstikke fijn. Maar dat is niet wat haar drijft. Het gaat erom dat zij haar missie kan voorleven en eigenlijk kan uitleven. En ja, ik vind het fantastisch dat ze ja, nu ergens doorheen aan het breken is. En dat ze op een nieuw niveau komt als ondernemer, maar ook met haar bedrijf. En ja, dat ze vooral dus het proces met zichzelf is aangegaan. Hè? Dus dat ze ja, de angst heeft aangekeken, de angst om zichtbaar te worden. En dat ze het gewoon is gaan doen. Ondanks al die remmetjes en stemmetjes die we volgens mij allemaal wel hebben. Nou goed, ben jij nou zo'n ondernemer met een grootse missie, maar maak je niet de impact die je zou willen maken? En verlang je er juist naar om ja, ook die doorbraak te gaan maken en naar een volgend niveau te komen met je bedrijf? Nou, laten we dan eens vrijblijvend bellen. En dan scan ik graag je huidige marketing om te zien wat je anders wil doen. Om nou ja, wel die gekwalificeerde leads, high-end leads naar je toe te krijgen.